Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven de Noordzee, maar we hebben te maken met een noordelijk wind, dus daar hebben we vanochtend geen last van. Alleen in het noorden en oosten zijn er soms wel wat mistbanken en lage wolken. Maar in de loop van de ochtend lossen de mist en wolken op en vanmiddag schijnt de zon overal geregeld. Er zijn wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden vlak aan zee tot zo'n 20 graden landinwaarts. En daarbij staat niet al te veel wind vanuit het noorden, hooguit windkracht 4. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 14 tot 16 graden en blijft het droog en is het helder. In de nacht kan er weer wat mist of lage bewolking ontstaan en dat zien we morgenochtend vroeg. Maar in de loop van de ochtend breekt overal de zon weer goed door en in de middag ziet het er weer prachtig uit met een temperatuur van 19 tot 21 graden. Maandag, dinsdag en woensdag dan warmt het geleidelijk aan op naar zomerse waarde van 25 of 26 graden. Maar er zijn geleidelijk aan wel meer wolken vanaf dinsdag en ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.